ben Lieven Scheire, geboren in Wachtebeke en nu woonachtig in Gent. En ik ben voor het derde jaar op rij de trotse host van TEDx Gent. Ik geef redelijk veel lezingen en dat zijn dan wetenschappelijke lezingen. Ik heb zo een paar favoriete onderwerpen zoals de speciale relativiteit en de formule van Drake, een formule die probeert wiskundig in te schatten hoeveel buitenaards leven er in onze melkweg is. Maar ik denk als ik ooit een TED-talk zou geven, dat het daar niet over zou gaan, omdat het mooie aan TED-talks is toch dat dat gaat over iets waar de spreker in gespecialiseerd is. En er zijn veel grotere specialisten of iets wat de spreker zelf doet. Dus ik denk dat het meest logische onderwerp voor mij dat wetenschapscommunicatie zou zijn. Dus de verschillende evenementen die ik fantastisch goed vind voor het populariseren van wetenschap en technologie. Zoals het WK voetbal voor robots en de prachtige Dans uw doctoraatwedstrijd van Nature magazine. Dus het zou meer daarover gaan, denk ik. Ik denk dat mijn grootste held in de wetenschap en zelfs in de wetenschapscommunicatie is Richard Feynman. Een Amerikaanse fysicus van de vorige eeuw die eigenlijk overal een beetje gezeten heeft. Die zat mee in het Los Alamos project waar dat hij dan met Einstein en Niels Bohr en alle groten mee aan het werken was aan de atoombom. Hij heeft mede de kwantummechanica ontwikkeld. Hij heeft een Nobelprijs gewonnen, maar het is vooral een zeer goede spreker, een zeer intrigerende mens. En zijn interviews staan nog altijd op YouTube. En het is zo'n heldere geest op alle gebied. Dat is mijn grote held. Ja.